Ik ben Michael Oldersma. Ik doe maatschappelijk verzorgende IG niveau 3 en ik zit in het derde leerjaar. Ik heb voor deze opleiding gekozen doordat ik 2 diploma's kan behalen en ik hierdoor breed inzetbaar in de zorg kan zijn. Ik loop stage bij Beerpoint in Coevorden. Dit is een woonlocatie waar 10 cliënten wonen in verschillende appartementen. De cliënten wonen hier zelfstandig met begeleiding van ons. Om 9 uur begin ik met rapportages inlezen van de vorige dag, zodat ik weet wat er met de cliënten aan de hand is en ik hierop in kan spelen. Vervolgens hebben wij vaste contactmomenten per dag. Iedere cliënt moet elke dag gezien worden en wij rapporteren dit vervolgens in ons systeem. Mijn opleiding is heel divers. Doordat mijn opleiding bestaat uit 2 opleidingen, kun je kiezen voor verzorgende IG of de maatschappelijke kant. Ik heb gekozen voor de maatschappelijke kant, omdat ik graag mensen wil ondersteunen in hun dagelijks leven. De opleiding verzorgende IG richt zich meer op revalidatiezorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Na mijn opleiding zou ik graag niveau 4 in een BBL-traject willen volgen. Als ik deze heb afgerond, zou ik graag sociotherapeutisch medewerker willen worden.